Misschien nog iets meer van meneer Enschede weten. Ik ben weer sinds lange tijd onderweg om de buurt van de Bakenesse in kaart te brengen. En we zijn uitgenodigd bij het Bakenesse Hofje. En de heer Teulen, de regent, zal enig uitleg geven over zijn activiteiten, hoe het gaat hier en ook het begin van het regent zijn is misschien voor veel mensen toch interessant om eens te weten. Bij deze zou ik zeggen, joh, ga je gang. Ga je gang. Nou, dat betekent dus dat je graag wil weten wat het betekent om regent te zijn, wat zijn je taken. Nou, die zijn tweeledig. Je moet het sociale cohesie in stand houden en je moet het bouwkundige in stand houden. Dus enerzijds ben je constant bezig om onderhoud te plegen, want ja, een hofje 1395, je zult begrijpen dat ver ja, behoort onderhoud. Ja, anderzijds ben je bezig om ervoor te zorgen dat de dames als groep functioneren, dat er geen al te grote ongenoegens zijn onder elkaar en dat ze het plezierig hebben. Een van mijn ervaringen de afgelopen 20 jaar is wel dat als er eens iets onplezierigs is, dan is een glas wijn een hele goede remedie om daar rustig eens over te praten. En een zak cement misschien om de muur te maken? Nee, dat tref je meteen een zwak punt. Je mag natuurlijk dit hof, als je dat daar gaat repareren, mag je geen cement gebruiken. Cement is veel te hard. En als het hof dan trilt, en dat kan, want het is gewoon op staal gebouwd, dan gaan alle stenen kapot. En het cement blijft heel, dus je moet met een moet je dat doen. En het betekent dat je natuurlijk het onderhoud van een hof is iets heel anders dan het onderhoud van een 70-jarige woning of zoiets. Ja. Is een beetje een trend misschien om de verjonging ook toe te laten in het hof op een gegeven moment? Nou, hofjes zijn oorspronkelijk gebouwd om weduwe en oude vrijsters opvang te bieden. Want die waren natuurlijk nogal een beetje, ja, die hadden geen bescherming. Als je man overleed, dan was je eigenlijk alles kwijt. En er zijn dus een aantal goede Haarlemers geweest die vonden enerzijds dat ze deze mensen moesten helpen. Dus ze bouwden een hofje om een tuin heen beschermd. De mensen kregen ook, als ze hier woonden, kregen ze turf en aardappelen en geld soms ook enzovoort. Waarom geen mannen in het hofje? Omdat mannen, als ze wat ouder worden, niet voor zichzelf kunnen zorgen en vlekkerig worden en ongeschoren raken en weet ik wat allemaal. En lichtelijk vervuilen. Die kwamen dus in het armenhuis van Salzmuseum, arme mannenhuis. En waarom nu nog steeds vrouwen van 55 jaar? Omdat je toch een heleboel vrouwen ziet die op een goed moment tussen wal en schip vallen. Ik zal daar een voorbeeld van geven. We hebben hier een dame gehad die nogal ziek was, vaak in het ziekenhuis lag. Hele lieve vrouw, die op een goed moment thuis kwam en haar man zegt, Annie, ga even zitten, ik moet je even wat vertellen. Ja, ik heb de huur opgezet, eind van de maand moet er eruit zijn. Ik heb een Harley Davidson gekocht, want je weet, ik wil nog steeds de Route 66 rijden. Sorry, jij past wel achter het zadel, maar je kunt niet mee, want je ligt zo vaak in het ziekenhuis. Hartelijk bedankt voor de afgelopen 30 jaar en toedeloen. Deze mevrouw met stoom in de oren gaat naar de gemeente en zegt, ik heb een huis nodig. En de gemeente zegt, u moet zich inschrijven. De wachtlijst is 7 jaar. En dan zegt hij van ja, en in die tussentijd kamertje huren, per kinderen, per familie, ja, of anders leger des heils. Ja, ja, ja. Daar kunnen we niks voor doen. Ja. En deze mensen mogen wij buiten de woonwinkel om, dus ze staan niet ingeschreven in de woonwinkel waar ze 7 jaar moeten wachten tot ze op de eerste plaats staan, opnemen, mits ze voldoen aan een aantal eisen, dat is een binding hebben met Haarlem, een aanmerking komen voor sociale huur, bij ons dan vrouw zonder huisdieren. En ja, je moet in de groep passen. Is duidelijk. Top. Ik wil nog even terugkomen op het element bouwen. En het is natuurlijk inderdaad zoals je zegt, het moet met behouden blik en behouden aanpak gerestaureerd worden. Dat is logisch. Maar ik heb ook iets gehoord dat er een soort nieuwe stuklaag op komt die, als het goed is, zeg het maar die in- en uitademt. Vertel het eens. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Het is zo dat ons hof was vroeger, tenminste waar nu de toneelschuur staat, daar was vroeger Enschede en dat was zo dicht tegen het hof aangebouwd dat er eigenlijk niemand tussen kon, alleen de jongste bediende met ingesmeerd met groene zeep, om wat onderhoud te plegen. Dus er is nooit onderhoud gepleegd en toen die muur tevoorschijn kwam omdat Enschede gesloopt werd, toen bleek dat die muur in een bijzonder slechte staat was.
En toen was er een hele vriendelijke opzichter van de gemeente. Die ineens heeft gezegd, meneer Teunen, ik heb een potje voor calamiteiten. Ik zal de muur mooi laten stukken. Maakt u zich geen zorgen. En die heeft die muur fantastisch laten stukken. Maar wat wij ons beiden niet gerealiseerd hadden, stuk laat geen water door. En die muur, die zuigt gewoon water op. Dat water komt niet meer naar buiten, dat komt alleen maar naar binnen. Dus alle dames kregen enorme vochtproblemen. En ja, dat heeft ertoe geleid dat Pim van Zalingen, onze onvolprezen aannemer, op een gegeven moment heeft gezegd, die stuklaag moet er helemaal af. De gemeente was heel aardig om die stuklaag, die zij erop hadden gezet, weer af te halen. En toen is Pim gekomen met kaleien. Kaleien is dat je zo'n muur insmeert met een soort kalkmortel, wat slagregens tegenhoudt, maar er wel voor zorgt dat die muur kan ademen. Okay. En die muren hebben nu een paar jaar geademd. En ik heb net vandaag opdracht gegeven dat die muren waren aan de binnenkant grijs gehouden, omdat het nog kalk, ja, de zouten kwamen er nog uit. En nu zijn die muren volledig droog. Dus nu kunnen ze weer geschilderd worden en kunnen de dames weer in een wit kamertje zitten. Ja, heeft dat ook met de steen te maken die erg poreus is, die dus veel water opneemt? Ja, het zijn oude stenen. Ja. Je moet niet vergeten dat het is gewoon op de grond gebouwd. En het zijn poreuze stenen. Je hebt hier in Haarlem zo prachtig dat je huizen hebt. Benedenhuis heet A, het zwart, en bovenhuis heet rood. Ja. Waarom is dat? Omdat beneden harde stenen werden gebruikt, duur, die geen water opzuigen. En boven worden rode stenen gebruikt die wel water opzuigen, maar dat water wordt tegengehouden door die harde stenen. En dat probeerden ze hier vroeger natuurlijk met teer, dat zie je op die zwarte randen. Maar ja, het zijn wel oude stenen, dus die zuigen ze het helemaal vol. Ik vind het heel leuk dat je even vertelt over harde en zachte stenen en waarom wij ook rood en zwart hebben. Ja. Ik wil ook even zeggen, het heeft niet zoveel met dit verhaal te maken, maar neem nooit op twee nummers dezelfde gasleverancier, want dat leidt onherroepelijk tot problemen. Je weet dat wij de enige in Nederland zijn met rood en zwart. Ja, ja. En dat is dus voor een computer een onmogelijk verhaal. Dit even te zeggen. Job, ik wil toen nog wel graag even terugkomen op het woord regent. Dat heeft toch voor heel veel mensen een bijklank van ja, misschien het huidige woord te gebruiken, graaier of iets dergelijks. Ik denk dat het belangrijk is dat je eens vertelt hoe jouw functie hier in het geheel is en of er nou werkelijk zo'n vorstelijke beloning tegenover staat als veel mensen denken. Dus bij deze, ik geef je weer het woord. Bedankt. Dat is uitgedacht. Ja, nee, regent is natuurlijk een woord van vroeger en we vinden het leuk om bij een oud hof onszelf ook nog steeds regent te noemen. Dat wil niet zeggen dat we eraan verdienen. Dit is gewoon liefdewerk oud papier. Je bent voorzitter van een plaatselijke voetbalclub, liefdewerk oud papier. Of je bent voorzitter van een hofje, die noemt zichzelf regent, liefdewerk oud papier. Het enige wat we er wel eens van krijgen is dat we dus een glaasje wijn mogen drinken dat het hof betaalt. Maar verder echt helemaal niets. Je doet het uit een soort sociale betrokkenheid, net zoals je dat misschien doet inderdaad bij een plaatselijke voetbalclub. En omdat het gewoon leuk werk is, omdat je die twee facetten hebt, mensen en bouw. En dat is gewoon heel erg leuk. Er zijn mensen, er woont hier een dame in het hof die op een goed moment tegen mij heeft gezegd, maar meneer Teunen, u krijgt er toch vorstelijk voor betaald? Ik zeg, nou, ik zou niet weten wie me betaalt, dus dat is niks. Ja, verder is het zo, ik snap heel goed dat je zegt, regent heeft soms een beetje een negatieve klank. Dan heb ik misschien wel een gek verhaal. Ik ben afgelopen jaar geweest bij de belasting in Doetinchem, want je hebt op de verhuurderheffing. Dat is een heffing die heel nadelig kan zijn voor hofjes, maar daar ga ik een andere keer over vertellen. En toen heb ik daar gezeten tegenover een vijftal belastingambtenaren. En na ruim een uur praten hebben ze tegen me gezegd, we hebben nu een hele andere indruk van regenten gekregen. Want wij dachten, en wat dachten ze? Wat jij net zei, van ja, dat zijn van die omhoog geblazen vlekken. Ja, is het ook een beetje misschien een soort familietraditie of zeg je nou, je moet het verdienen of krijg je het? Hè? Ik bedoel, is het een vererfelijke belevenis? Of? Vererfelijk, soms wel. Bijvoorbeeld, maar het kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld, dit hof heeft Enschede natuurlijk omheen gelegen. Dus wat was er logischer dat de directeuren van Enschede op een goed moment ook regent werden? Want als er dan een grote storm was geweest, dan lag een dakpannetje scheef. Dan werd de facilitaire dienst van Enschede even geroepen. Omdat 's avonds liepen ze hier rond om even te kijken of er geen ongunstige dingen gebeurden. Dus daarom hebben veel Enschede's hier zijn regent geweest. Niet alleen Enschede's, maar ook andere directeuren zoals de familie Huisman. Dat kun je ook zien op het bord. En ik ben dan ook heel blij dat er nu weer een Enschede regent is geworden.
Want ik hou een beetje van traditie. Ik kan me voorstellen dat je zegt, die traditie wil ik ook in ere houden. En ja. Dat geeft ook een verantwoordelijkheid. Ja, zeker. We praten nu over het oude hofje. En die verantwoordelijkheid, heb ik nu mee, strekt zich ook uit naar het nieuwe hofje. En dat is misschien de volgende stap. Om eens te vragen, wat is daar de filosofie van geweest? Ik weet dat het ontworpen is door Joost Zwarte. En het ziet er heel smaakvol uit. En is dat een hint naar de huidige samenleving, dat mensen vaak apart leven, samen, hè, maar dan toch met elkaar en niet met elkaar. Heb je daar een bepaalde filosofie over? Is dat anders dan het oude hofje? Het is zeker anders dan het oude hofje, maar wij hebben geprobeerd om daar toch iets mee te doen, zodat het een beetje op het oude hofje lijkt. Ik zal even teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis. Op een gegeven moment werd hier heel Enschede-complex werd gesloopt. En ik wilde toch een beetje feeling houden met wat ze hier gingen doen. Want ik was enorm bang dat hier misschien dingen zouden gebeuren waarvan wij later zouden zeggen, we hebben zitten slapen, we hadden op tijd toch in begrijpen of moeten zeggen dat we dat niet leuk vonden. Dus ik ben naar de gemeente toegegaan en heb op een goed moment tegen de gemeente gezegd dat ik een groot plan had gemaakt om hier de hele omgeving te bebouwen met woningen voor ouderen, laagbouw, smalle straatjes, zodat ouderen weer dicht bij de Reuring in de binnenstad zou komen. Nou, dat vond men een fantastisch leuk plan. Daardoor werd ik een beetje betrokken bij de ontwikkelingen. En op een gegeven moment kwamen ze bij me en zeiden, het D-stuk, dat is het stuk tussen ons hof, de Korte Begijnenstraat en de toneelschuur, dat is vrij. Wat is je plan? Toen heb ik een tekening gemaakt en toen ben ik zo slim geweest om even naar Gerard van Noord, dat was een van de mensen die toen de Veste werkte, woningcorporatie Veste, te gaan en heb gezegd, wat vind je van die tekening? Hij zegt, wat wil je ermee? Ik zeg, ik wil met de gemeente praten en serieus genomen worden. Hij zegt, weggooien, dat weet ik niet. Toen heeft hij mij een fantastisch ontwerp van een hele bekende architect gegeven en met dat ontwerp ben ik naar de gemeente toe gegaan en de gemeente zei, jee, van hem? Ja, ik zeg, als je het doet, moet je het serieus doen. En toen zeiden ze, nou, leuk plan, hoe wil je verder? Weet je hoeveel het gaat kosten? Ik zeg, ja, heb ik berekend, 4,5 miljoen. Kan je dat onderbouwen? Dus ik ben naar Gerard toe. Ik zeg, Gerard, kun je het voor me uit laten rekenen? Dat was 4 miljoen. En toen zei de gemeente, hoe kom je dan aan 4,5 miljoen? Ik zeg, ja, ik wil tegenwoordig bouwt men voor één generatie. Ik wil bouwen voor langer en ik wil het een beetje leuk maken. Dus vandaar dat 500.000 erbij. Nou, toen heeft het ongeveer 15 jaar, nou, inmiddels was het Ermeren geworden, de woonmaatschappij, en toen Ermeren bevestigd. Toen heeft, op een goede avond, heeft de directeur van de Veste mij gebeld en zegt, meneer Teunen, hoe is het met uw plan? Ik zeg, nou, hartstikke leuk, iedereen vindt het fantastisch, ik heb alleen één klein probleem, ik mis 4,5 miljoen. Op dat moment stond er op de rekening van Bakenef 1600 gulden. En toen zei ik, nou ja, wat wilt u? Wilt u dat, zal ik het u lenen? Zal ik het gaan bouwen? Zeg maar wat u wilt. En toen zei ik, nou, ik wil graag een borrel. En dan wil ik graag morgen bij u langskomen om verder te praten. Even, ja. En toen heeft het 15 jaar geduurd van onderhandelen en praten en schetsen en doen, voordat het klaar was. En vrij snel zag ik dat Henk Dul en Joost Zwarte voor de toneelschuur een ontwikkelruimte hadden bedacht. En die kwam voor een heel groot gedeelte op de plek te staan waar wij dat hof wilden hebben. En toen dacht ik, als die ontwikkelruimte daar komt, waar ze dus nieuwe toneelstukken zouden ontwikkelen, ja, dan kan het hof er nooit meer komen. En toen heb ik tegen Joost Zwarte gezegd en Henk Dul, zouden jullie een nieuwe hof willen ontwerpen? Natuurlijk een overleg met hem weer, want zij gingen betalen. En die hebben gezegd, ja, dat vinden we leuk. Ah, en toen was die ontwikkelruimte weg. Nou ja, ja, heel, heel goed. En met werkelijk ook een verbluffend resultaat. Ja. Want ik weet nog dat daar de chemische afdeling van de firma Enschede gevestigd was. En dat was eigenlijk niet echt een prettige... Nou, dan zal ik nog een verhaaltje vertellen wat er is gebeurd. Op een goed moment, die grond was bijzonder vervuild. Ja, ja. Ze hebben dat een meter afgegraven. Folie, zand erop. En hebben toen op een goed moment gezegd, er waren wat beerputten, maar daar mocht men niet aankomen. Want die waren zwaar vergiftigd. En toen is er in een weekend is er een meneer geweest, of een mevrouw, dat wist ze niet. Die heeft toch in die beerput gezeten en die heeft er allerlei dingen uitgehaald. En mevrouw Van Zalingen, dus de gemeentelijke archeologie, ja. Die heeft mij een paar maanden geleden verteld dat ze uiteindelijk die man hebben gevonden. En dat die man een jaar lang last had van hartuitslag, groene vlekken en weet ik wat. Die is dus zwaar gestraft voor het feit dat hij daar toch gegraven is. Het is de beerputtenmafia. Ja. Dat hoeft er niet op te lopen. Maar die bestaat namelijk. Hè? Ja, ja. Jagen op beerputten, waar je ook. Ja. Job, we horen over het hofje. En ik loop daar dagelijks door. En ik zie dan die glimmende
platen zitten. Hè? Daar zit ook weer een verhaal aan vast, begrijp ik. Wat is eigenlijk je keuze geweest buiten het hele Enschede-verhaal om te kiezen voor Joost Zwarte, die dus toch eigenlijk meer illustrator is? Een hele goede overigens. Ik moet zeggen, wat ik daarvan zie, vind ik het een prima keuze eigenlijk. Het ziet er smaakvol uit. Kun je daar iets meer van vertellen over die verdieping die daarin aanbrengt? Heel graag. Het leuke van Joost Zwarte is dat hij bijzonder nadenkt over materiaalgebruik en over historie enzovoort. En een van de dingen waar hij mee begonnen is, hij heeft een onderzoek gedaan naar allerlei hofjes en ontdekt dat hofjes vaak beschermend, dus met hun rug naar de maatschappij toe, om hun bewoners heen staan. Dus de buitenkant moet stoer en hard zijn. Dus daarom is de buitenkant van de rode steen, verschillende kleuren en maar grote moppen. De binnenkant moet meer passen bij zacht en bij de binnentuin, dus dat is hout geworden. En verder heeft hij op ons verzoek gezegd van, want Octo Lange was toen ook regent samen met mij, heeft hij gezegd, we gaan er wat kunst in aanbrengen. Je ziet constant een soort samenwerking, gevecht tussen de mens met zijn cultuur en de natuur. En de cultuur van de mens, dat is schilderen, dat is muziek, dat is schrijven, dat is dichten en dat is bouwen. En hij heeft dus een aantal dingen daar gemaakt. Bijvoorbeeld, je ziet op een goed moment een prachtig ding van muziekinstrumenten die na gedane arbeid gepensioneerd zijn en rusten in de Hof van Ede. Een vleugel in een boom aan het uitrusten is, dus een gitaar die is wijn aan het schenken. En dan heb je aan de buitenkant heb je een prachtig glas en loopraam, wat dus gemaakt is van echt glas en loop, dat wil zeggen dat er kleine bubbeltjes zitten in het glas, zodat het niet zo heel doorzichtig is, zodat je echt kijkt naar het raam en niet er dwars doorheen kijkt van naar het trappenhuis. En dat is een schrijver die water, inkt geeft aan een boom, waardoor de boom letters, in de boom groeien letters en die rijen zich aan één tot woorden, dat is het schrijverschap. Ook vanité, je ziet een andere boom, waarvan de boom die langzaam bruin wordt, waar de letters uitvallen. En dan heb je nog even verderop, heb je een hek. En dat hek, daar zie je, als je goed kijkt, zie je huizen, die langzamerhand weer worden overgenomen door klimplanten. Net zoals dat in Mexico heeft plaatsgevonden, met die prachtige culturen die daar zijn geweest. Nou, over het toneel spelen hoeft je niks te vertellen, want je ziet een prachtig toneelschuur. Dus maar dit waren de drie uitingen. En dan had hij dus te maken met die buitenwand. Eigenlijk had hij die buitenwand gewoon dicht willen maken. Want hofjes hebben altijd een dichte buitenwand. Maar ja, dat kan in de straat wat moeilijk. En hij heeft dus een paar openingen moeten maken. Maar die openingen heeft hij gekleurde glazen meegegeven. Aansluitend bij de overkant, de rode lantaarn, waar ook gekleurde glazen zijn. En hij heeft er wat objecten in aangebracht die overdag de zon weerkaatsen en s'avonds het rode licht weerkaatsen. En er zit in de vignette, of de oude vignette van de firma Enschede. Ja, de spinnenkop. Want die hadden we gevonden, of die niet gevonden, die zat daar in de muur. En die heb ik gezegd, die wil ik graag op dezelfde plek weer terug hebben. En toen heb ik dus aan de firma Enschede, toen er gesloopt zou worden, gevraagd, mag ik dat ding hebben? Ja, natuurlijk mag je dat hebben. Aan de gemeente heb ik gezegd, ik wil graag dat ding hebben. Ja, nee, ook goed, we zullen het voor je behouden. En op een goed moment moest hij daar ingemetseld worden. En toen was dat ding kwijt. Lag niet bij de firma Enschede, lag niet op de gemeentelijke werf. Was nergens te vinden. En toen kreeg ik opeens een idee. En toen ben ik naar Hansa toe gegaan. Hansa is de man die woont in die kleine poort die er is. Die werkte vroeger bij de firma Enschede in de bewaking. En dat was Hans A, omdat er een heleboel Hansen waren. Dat was Hans B en Hans C. En Hansa, die woont daar nog steeds. En toen zei ik, Hansa, weet jij waar dat ding is? Ja, zegt hij, dat heb ik. Dat mag je kopen van. Ik zeg, nou, ik ga het niet van je kopen. Het wordt teruggemetseld op de plek waar het ooit heeft gezeten. En jij mag het inmetselen. En toen heeft Hansa het ingemetseld met veel plezier. En sindsdien zit het daar. Of is dat misschien een ontwerp van Klimper geweest of niet? Dat weet ik niet. Dat is een oud logo geweest van een van de eerste. Ja, nee. En dat kan niet. Het is in ieder geval een mooie schreefwet. Nee, het wordt de spinnenkop genoemd. Oké. Teune, gezellig dat u er ook bent. Hoe heet het? Ga zitten. Dank u wel. Dolf, we zien nu na een ingewikkelde verkeerssituatie de heer Enschede binnenkomen. En we zijn natuurlijk ook als mederegent heel benieuwd naar zijn verhaal. En gezien de historie van de familie Enschede in en om de Bakenes en ook hun activiteiten daar, toch wel heel nieuwsgierig hoe de familie Enschede
in dit verhaal, wat natuurlijk niet zakelijk is, maar toch meer op sociale indicatie, hoewel ze dus sterk of financieel georiënteerd waren in dit gebied, dat met elkaar verbonden hebben eigenlijk. Zou je daar ons iets over kunnen vertellen? Nou, graag. Ik ben een redelijk nieuw gezicht hier in de binnenstad zelf. Regent hier ongeveer een jaar of twee nadat ik dat van Op de Lange heb overgenomen. En het feit dat ik door de heer Teune, ik zeg de heer Teune, dat is natuurlijk wel uitgelegd, want zo praten wij, ben gevraagd om mede-regent te worden, vond ik buitengewoon bijzonder. En de reden dat ik dat bijzonder vond is dat mijn oom, dat is de broer van mijn vader, heel erg lang hier ook regent is geweest. Er is dus een hele warme band tussen de familie Enschede en dit hof. Was dat Dirk Jan de Enschede? Dat was Maurits Enschede. Oh, Maurits, ja. Ja. Die op zijn fiets elke dag naar zijn werk ging, hè? Nee, dat was mijn vader. Oh, echt? Ja, mijn vader ging met de fiets iedere dag naar zijn werk. En mijn vader was samen met mijn oom directie bij het bedrijf gedurende de transitieperiode dat het bedrijf hier vanuit de binnenstad overging naar de Waarderpolder. Ja, overigens heb ik zelf daar de afgelopen 12 jaar gewerkt in het bedrijf. Dus dat was voor mij de reden om na enige tijd gewoond te hebben in Brabant en Friesland weer terug te komen naar Haarlem. Met veel genoegen. Maar wel geboortig in Haarlem geweest, of niet? En dat is ook erg interessant. Er is een boek uitgegeven en dat is geboren in Haarlem. Daar werden we voor gebeld, want natuurlijk is de familie Enschede geboren in Haarlem. Maar de familie Enschede is niet geboren in Haarlem. We zijn geboren in Heemstede. Ja, ja. Achteraf kom ik erachter dat mijn nichtje Evelien wel geboren is in het ziekenhuis in Haarlem. Ook woonachtig in Heemstede. Ja, ja. En dat is dus heel gek, ja. Dus er is een kleine uitwijk geweest op een gegeven moment vanuit de binnenstad naar de omgeving. En zelf woon ik in Zandpoort. Dus dat is op de fiets nog steeds dichtbij. De oprechte Haarlemmer is natuurlijk dan eigenlijk dat blijft onze een oprechte Heemstedenaar, zou je zeggen. Ja, de oprechte Haarlemmer. Ja. Dan ook. Ik vind het ontzettend leuk om die verbintenis met dit hof te hebben. Een buitengewoon bijzonder hof. En wat mij daarin enorm aanspreekt is natuurlijk van hoe ga je met elkaar om. Hè? Wat is onze taak? Onze taak is om dit hof in stand te houden en om woonruimte te bieden, plezierige woonruimte te bieden aan een aantal dames. Hoe wij dat met elkaar doen en toen ik hier kwam, wat dan de gewoonten zijn, buitengewoon strikt. Tradities, zeer strikt. En het gekke is, daar heb ik ook een heilig geloof in dat dat goed is. Waarbij je behoudt het goede en je verandert datgene waarbij je met z'n allen denkt van dat is nodig. En dan blijkt dat er buitengewoon weinig nodig is om te veranderen. Dus zo zitten wij daar wel. Maar dat geeft ook meteen helderheid aan hoe we met elkaar omgaan. Wil je eigenlijk zeggen dat het een soort enclave is van traditie, maar toch gelardeerd met het moderne denken, het moderne handelen? Of zeg je nou, we zijn wat, niet star, maar behoudend eigenlijk in dit verhaal? Nee, ik vind het eerste wat u zegt eigenlijk het meest aansprekende. Het is een leefgemeenschap zoals men tegenwoordig leeft ook. Hè? Maar je woont individueel, maar wel op elkaars lip. En dat gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Kinderen van mijn anderen in de leeftijd van mijn kinderen die met elkaar in een studentenhuis wonen. Je zou bijna zeggen, wat is het verschil? Ja. En de waarden en normen die daar ook met elkaar gelden. Je moet ook met elkaar goede afspraken maken. Om het goed leefbaar te houden. En dan is het heel belangrijk dat je, vinden wij tenminste, goed contact houdt. Wel afstand, er wordt u gezegd. Want dat vinden we, die afstand is belangrijk. Hè, maar tegelijkertijd ook, heel belangrijk, een wederzijds luisterend oor. Respect en warmte. Absoluut, absoluut. Beide. We staan nu, Dolf, hier bij een ingang van een hofjeshuis. Ik zie
11H. Dus dat houdt in dat er al een stuk of 10 van die huisjes zijn. We mogen even bij u binnenkijken. Ja. En laten we dat maar doen, zou ik zeggen. Dus Het is klein, hè? Jullie moeten... Bedankt. Ja, nee, we gaan alles inhouden. In de rij. Dan gaan wij even hier achter het raam filmen, hè, dus zo. Oh, okay. Ja. Dat ze binnen staan. Heel goed, Olaf, ja. Perfect. Heel goed. Dan gaan we naar binnen. Ik pak geen probleem. Ja, het is heel klein. Komt u maar binnen. Agnes, mogen we je even toetreren of niet? Mogen we... Natuurlijk. Ja? Nou, we zijn nu bij je binnen. Wat ziet het er fantastisch uit. Het is klein. Smaakvol. Ik ga jullie vertellen wat het is. Heel leuk. We wilden graag eens weten hoe je je voelt en hoe het je gaat in deze omgeving. Toch typisch een Hollandse omgeving, zou ik zeggen. Het is heel makkelijk. Het is een klein huis. Je hebt alles in één kamer. Dat is mijn salon, mijn eetkamer en mijn keuken. Maar het leuke is, je woont midden in de stad. Tuurlijk, binnen is klein, maar Haarlem is mijn woonkamer. Het ziet er heel smaakvol uit en heel mooi gedecoreerd. Ik kan me voorstellen dat je het hier erg naar je zin hebt. Tuurlijk. En je hebt een privé tuin. Vanaf 5 uur zijn er geen toeristen hier. En heb je ook een bovenruimte of zo waar je... Ja, nee, je kan niet komen. Nee, er is ook een... Nee, het is een rotzooi. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat U heeft de trap en er is een slaapkamer ongeveer tot hier. Okay. En er is een groot badkamer met een tweede wc. Met een tweede wc. En een kleine rangetje met een de boekenkast. Fantastisch. Nou, dat is helemaal super. Het is klein, maar je hebt alles. Je leeft anders. Je leeft light in een hoofdje. Nou, dat is ook de hele trend op dit moment. Hè? Precies, dat mensen van hele grote huizen naar hele kleine huisjes gaan. Dus je zit helemaal goed om het zo maar te zeggen. Hè? Precies. En het is makkelijk in onderhoud natuurlijk. En gauw warm enzovoort. Ja. En je verliest geen tijd om schoon te maken. Het is meteen vies, maar meteen schoon. Doe je iets creatiefs of zo? Want het ja, ziet ik maak zo... schilderijen. Iets van schilderijen. Wat leuk. Wat leuk. Ja. Aha, dat zijn een beetje... Ja, hoenderkoeterachtige schilderijen. Nee, les coupes français, hè? Ja. En dat heb ik ook gedaan vroeger. Ik kon beter zien dat dat is op hout. Het is heel precies een werk. Ik was meer naïef begonnen. En toen heb ik dat gedaan. Ik maak een karikatuur van de maatschappij. Ja. Er zitten symbolen achter. Ja, dat is mijn ex-man. Die was predikant. Die haan bedoel je? Ja, de haan ook. Ja, het is de politie heeft een gebat. Ja, dat zijn de dames van stoppen, de... Toch even stoppen, wat het is, maar zo raar neemt. Tuurlijk! Wat leuk, dus je ziet hem, je hebt hem verhaand eigenlijk. Ja, mannen goed. Lijken veel op haar. Ja, mooi zo, heel mooi. Vrouwen, kijk, maar deze is mooi. Kijk, als je wil iets moois zien, dat is mijn juweeltje. Het is een rariteitenkabinet, hè? Ja, maar deze is mijn, het is de mooiste wat ik heb hier. Hij is prachtig, hè? Maar ik heb geen ruimte, dus hij kan niet, Ja, maar dat vind ik de mooiste hier. Is het Spaans? Nee, het is Antwerpen. 17e eeuw, 1730 van de Antwerpen. Ah, het is Belgisch, ja. Belgisch, het is met de ebbenhout, schildpad. Ja. En is het bij jou ook een rariteitenkabinetje of niet? Heb je daar dingetjes in zitten? Of nee, het is meer kleine, hier. Ja. Je weet dat dat vroeger gebruikt werd om de gasten te showen en precies, te laten zien. Te choqueren eigenlijk. Nee, ik heb ook een paar spullen. Ja, ja. Leuk. Ja, mijn huis is een rariteitenkabinet. Eigenlijk. Maar dat was mijn droom in een huis. Een privékamer, allemaal met planken. En dan met wat ik zelf mooi vond. Maar dat is leuk. Dus nu het is in het hele huis. Zo is dat. Het ziet er prachtig uit en je straalt ook het geluk uit dat je het erg naar je zin hebt hier.